Een regenboogtaart is natuurlijk heel erg feestelijk voor een verjaardag. Dus niet zo moeilijk. Ik ga jullie even laten zien hoe dat moet. Ik heb hier een bakpannetje van 15 centimeter. Wat je doet is dat je beslag gaat maken voor een gewone biscuit. Dus wat je hiervoor nodig hebt is ongeveer 200 gram mix. Dat maak je en dat ga je daarna onderverdelen in bakjes. Ik heb hier al een paar bakjes klaarstaan. En dan ga je per bakje een kleurtje geven aan je biscuitmix. En dat ga je dan apart bakken. Doe hier een klein beetje kleurstof. En let op, gebruik echt niet te veel. Want door het bakken kleurt het heel erg op. Dit roer je er gewoon doorheen met een spatel. Kijk, je ziet met een heel klein beetje kleurstof krijg je echt een goede kleur. En dit lijkt heel licht, maar als je het straks gaat bakken, wordt hij echt veel donkerder. Dus let daar echt op met je kleurstofgebruik. Zo. Zet die even aan de kant. Het volgende wat je gaat doen, is dat je die cakejes natuurlijk in laagjes gaat bakken. Ik heb hier een beetje cake release, dat spuit je in je bakpannetje. En dan even goed met een kwastje, vooral hier in die ronding. En je hoeft natuurlijk niet die hele bakpan in te vetten, want je gebruikt maar een heel klein stukje van de pan. Nu even met een lepel, even het beslag in je pannetje doen. En dan even met de bolle kant van je lepel goed het beslag hier in de hoek drukken. En dan een beetje glad maken. En dan gaat dit de oven in voor ongeveer een minuut of 12. Het is natuurlijk maar een heel klein laagje, dus hij hoeft niet zo heel erg lang. Als je natuurlijk meerdere bakpannetjes hebt, kan je natuurlijk in één keer al je kleuren voor je taart bakken. Heb je dat niet, nou ja, dan moet je gewoon per keer bakken. Nou, kijk hoe mooi ze zijn geworden met bakken. Ik ga nu de taart stapelen. Dus ik leg de donkerste kleur beneden neer. Dan heb ik hier een kom met botercrème. En je kan natuurlijk tussen elk laagje wat anders doen. Een laagje sienne, een laagje gele pudding. Nou ja, wat je lekker vindt. Maar het is misschien wel mooi voor het contrast om het gewoon wit te laten. Gewoon een dun laagje ertussen smeren. En het mag best in dit geval buiten mijn taart komen. Want ik wil straks ook de taart met witte botercrème af gaan smeren. Dus nou, hier gaat de volgende op. Weer een laagje crème. Zorg dat je ook de laagjes niet te dik doet tussen je taart. Want hoe dikker je laag, hoe hoger die ook wordt. En je hebt natuurlijk 5 laagjes met vulling. Dus het wordt natuurlijk best wel heel machtig als je dat gaat opeten. Dus doe het niet te dik. Zo, en de laatste. Nou, buitenom mag je best wel een dikke laag crème doen. Want het is natuurlijk niet mooi als je al die laagjes ertussen ziet. Dus daar mag echt wel een dikke laag crème overheen gesmeerd worden. Echt een millimeter of 4, 5. Dat is een mooie laag. En dan ruil ik even van paletmes. Dat vind ik fijner werken met een groot mes. Hou hem wel een beetje tegen. Want hoe hoger die taart is, hoe meer kleuren je hebt, hoe instabieler die wordt. Nou zit het wel op elkaar geplakt, maar toch. Je kan beter voorzichtig zijn. Hier een mooie laag aan de bovenkant. En dan ga je de zijkant doen. Een flinke laag er tegenaan. En maak deze beweging met je paletmes. Dan smeer je het mooi strak eromheen.
Nou, ik denk dat ik hem zo laat. Je kan natuurlijk ook nog ervoor kiezen om fondant of marsepein bloemetjes erop te plakken of wat dan ook. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk alleen maar om de binnenkant. Hoe leuk die is geworden. Dus ik laat hem zo. En dan ga ik hem zo meteen even doorsnijden. Dat je de binnenkant kan zien. Heel voorzichtig. Gebruik wel een scherp mes. En maak ook tussen elke snijbeweging je mes even schoon. Dat voorkomt namelijk dat de krummeltjes door elkaar gaan lopen. Zo. Nou, kijk of we hem er goed uit krijgen. Kijk hoe gezellig dat eruit ziet. Een bordje erbij pakken.